Waar zijn de kinderen nu mee bezig? Nou, we hebben in de herfstvakantie een aantal workshops georganiseerd. En vanmiddag is de laatste en dat is de workshop met een robotspeler, de Cosmo-robot. En dat is bedoeld om ze kennis te laten maken met programmeren, wat je allemaal met robots kunt doen. Hoe komt de bibliotheek aan dit materiaal? Wij zijn niet de enige die dit organiseren. In Almelo doet het Stadsmuseum ook mee. En verder in Twente ook een aantal bibliotheken waar ook in deze vakantie dus workshops plaatsvinden. En het materiaal komt allemaal van de instelling Tetum uit Enschede. Die hebben al dat materiaal en die gebruiken het bijvoorbeeld om workshops te geven op scholen. En in vakantieperiodes dan hebben ze dat materiaal niet nodig. En toen, daardoor kunnen wij het gebruiken. En voor ons is dat een ideale manier om eens te kijken wat je daar allemaal mee kunt. Met die nieuwe vaardigheden, de 21ste eeuwse vaardigheden zoals dat heet. We groeien allemaal op met allerlei technische ontwikkelingen. En ja, het is belangrijk dat kinderen daar ook mee leren omgaan. Maar gewoon sneller! Maar... Heb je het veertig zo leerloos geven? Ja. Dat is niet spannend! Ja, dan gaan ze maar even strikken, want anders ja. Val je in doe je even een dubbele strik. Het is in mijn achter! En nu? Hallo, hier achter! Lekker, lekker! Kom, lekker! Hoe doen de kinderen het? Nou, heel leuk. Ze ontdekken steeds meer. Ze ontdekken ook dingen die ik dan nog helemaal niet weet. En dat is ook het leuke, hè, van je speelt en je ontdekt wat hij allemaal kan. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden aan. Leuk en leerzaam.